Misschien hier even vermelden dat de basis voor deze actie de petitie is die al een aantal maanden loopt. Petitie geen F-16's naar Afghanistan, die vandaag al door meer dan 5500 mensen is ondertekend, digitaal en op papier. Maar we willen voor meer petities gaan en we willen ze ook aan de Krem gaan afgeven. Normaal is dat gepland voor 7 oktober. My family needs school, not F-16. Depuis près de 20 ans que chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, on se bat pour essayer de l'empêcher. Et donc, malheureusement, moi j'ai pu voir sur le terrain les conséquences de ces guerres sur les populations. Comme médecin, j'ai fait plusieurs missions médicales en Irak, en Yougoslavie, en Palestine, au moment des bombardements. Donc on lance des guerres sans du tout voir sur le terrain quelles conséquences ça aura. Donc en Irak, on a tout détricoté, en Afghanistan, on a détruit tout ce qui existait comme structure, et donc l'ensemble de la population s'oppose à la guerre des États-Unis. Our children needs home. Sinds het begin van de beslissing om Belgische F-16's naar Afghanistan te sturen, heb ik mij er samen met mijn partij tegen verzet. Waarom? Omdat het getuigt van een illusie. Het getuigt van een illusie dat je met een eenzijdige militaire inzet van middelen kunt gaan naar een oplossing in Afghanistan. En dat is waanzinnig, dat kan niet. We moeten afstappen van de idee dat we vrede kunnen bewerkstelligen door wapengekletter. Hospital, not F-16. On a vu récemment et encore vendredi dernier risque de participer à ces énormes bavures qui tuent des centaines de civils, alors qu'il n'y a pas eu de débat et qu'il n'est pas prévu qu'il y ait un débat au Parlement pour discuter de l'opportunité de cet envoi d'avions et de militaires. C'est totalement inacceptable. Comme l'a rappelé mon collègue Van der Maal, il y a effectivement demain après-midi une réunion à huis clos à laquelle je serai d'ailleurs présent pour avoir des informations, mais comme il l'a expliqué, nous ne sommes en principe pas autorisés à les communiquer. C'est évidemment totalement inacceptable. Nous sommes les représentants du peuple, nous avons le droit de connaître les informations et nous avons le devoir de les communiquer à ceux qui nous ont élus. Mais j'irai demain et je terminerai mon intervention en rappelant au ministre de la guerre, comme on l'appelait, et non pas au ministre de la défense. Je rappellerai cette phrase d'une des chansons de Boris Vian. S'ils vont verser le sang, allez verser le vôtre. Messieurs, qu'on nomme grand, vous êtes bon apôtre. George Bush, casse-toi, l'Afghanistan n'est pas à toi. George Bush, casse-toi, l'Afghanistan n'est pas à toi. Our children needs vaccination, not F-16. Wel, ik ben hier aanwezig om samen met het middenveld als politicus mijn ongenoegen te uiten over het feit dat de Belgische regering beslist heeft om op 1 september 4 F-16's naar Afghanistan te sturen. Ja, ja. Wat vindt u van de houding van meneer De Krem als minister van Defensie? Wel, hij is de hoofdverantwoordelijke van die belangrijke wending in de Belgische buitenlandse politiek. In 2003 werd België alom gerespecteerd voor het feit dat wij nee gezegd hadden aan de Amerikaanse vraag om war on terror te gaan bedrijven in Irak. Nu, op 25 juli heeft op voorstel van minister De Krem deze regering beslist om de deur open te zetten en Belgische deelname te voorzien aan operaties die de Verenigde Staten in Afghanistan en Pakistan organiseren in het kader van die war on terror. Dus 25 juli was de kering in het Belgisch buitenlands beleid. Vroeger nee aan de war on terror en nu helaas, dankzij meneer De Krem, de minister van Oorlog, ja aan de Amerikaanse war on terror in Afghanistan en Pakistan. My country need peace, not F-16.
Met Intel zijn we hier vandaag aanwezig samen met Platform tegen de Oorlog om te protesteren tegen het sturen van F-16's naar Afghanistan. Een beslissing die de Krem onlangs genomen heeft en waar we valikant tegen zijn, want dat gaat dus meeslepen in de war om terror en daar zijn we absoluut tegen. Wat doet Intel tegen de oorlog? Met Intel hebben we een werkgroep tegen de oorlog die zeer actief is binnen het front, maar ook samen met de hele beweging eigenlijk acties doet rond de oorlog. Zo is er op 27 september onze startdag, waar we ook een actie tegen de F-16's hebben ingebouwd. En we nemen ook deel in allerhande debatten en zo verder. Dus met Intel zijn we zeer actief. En dat gaat veel ruimer dan de oorlog in Afghanistan natuurlijk. Dat is ook de bezetting van Palestina en zo verder. Thank you.